ben Anita Willig vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en onze innovatie is het project Kust op Kracht. Kust op Kracht is een project waar ik ontzettend trots op ben. Met de duin en het nieuwe hele brede strand maken we ons bossen en Vettemer zeewering veilig. Maar het is niet alleen maar veiligheid, het levert ook heel veel extra nieuwe dingen op. We staan nu bijvoorbeeld op een panoramaduin, maar er is ook een duinvallei en een lagune bij Kamperduin. En dat zijn allemaal extra dingen die het gebied dus niet alleen maar veilig, maar ook mooier maken. De oplossingsrichting in zand is natuurlijk nieuw voor dit gebied, maar ook de samenwerking met de aannemer is nieuw. Niet alleen maar voor de aanlegperiode, maar ook voor 20 jaar onderhoud. De inbreng die de omgeving heeft kunnen leveren, niet alleen in het planproces, maar ook in het aanbestedingsproces is bijzonder. En de langdurige samenwerking die wij met Rijkswaterstaat zijn aangegaan, is ook bijzonder. Ik zag ook een uitspraak van John Lennon van dream you dream alone is only a dream. But a dream you dream together is reality. En daar is hier zeker sprake van. Wij zijn Martijn van Berkel en Luc Vergeld van Waterschap AMA's. En onze innovatie is Dijkwacht in Control. Dijkwacht in Control is een totaaloplossing voor de calamiteitenorganisatie. Dat is onder andere een app voor de dijkwachten, een dashboard op kantoor. Koppeling met netcentrisch werken en ook digitale werkbonds, zodat die acties en maatregelen die hun geregistreerde dijkwachten weer in het veld worden opgelost. Hier ja. Is beschadiging aangetroffen. Klopt. Zullen we een melding gaan opvoeren? In wat voor type bekleding zit de beschadiging? In het gras, hè? Klopt. Ja. Ja. Voorheen ging alles op papier, dus foto's waren naar de dijkposten gereden. Over heel veel schillen werd de informatie uitgewisseld met elkaar, waar weer tijdsvertraging op zat en nu gaat het allemaal veel sneller. De meldingen komen binnen op het hoofdkantoor in Den Bosch, zoals je ziet bij mijn collega. En wij interpreteren daar de melding en zetten daar vervolgens de betreffende acties en maatregelen uit. Dit is Bianca Hardeman van Rijkswaterstaat, Koitke de Vries van Deltares en ik ben Marja van Heeswijk van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Onze innovatie is Dijk op Veen. Aanleiding voor Dijk op Veen was de versterking van de Markenmeerdijken. Deze liggen op een slappe veenondergrond en dat maakt het versterken heel erg lastig. Daarom hebben we een veldexperiment gedaan om te kijken hoe sterk veen daadwerkelijk is. En met die resultaten hebben we een aangepaste ontwerpmethodiek voor de Markenmeerdijken gemaakt. Er is al een tijdje twijfel over hoe het nou eigenlijk zit met veen en of dat nou wel goed in de rekenmodellen zit en of we nou de versterkingen wel goed ontwerpen. Of we wel goed toetsen. Die twijfel is er langer en nu bij de Markenmeerdijken was het echt wel een doel om nu eens goed te kijken wat is er nu echt aan de hand met dat veen, hoe zit het nu echt, hoe moeten we daaraan rekenen. En op basis daarvan hebben we met de kennis die we al hadden, hebben we verder gekeken van nou, wat kunnen we nu toepasbaar verklaren. Het unieke van het project Dijk op Veen is dat we de sterkte van veen in kaart hebben weten te brengen door laboratoriumproeven te doen, veldonderzoek, grootschalige veldexperimenten en uiteindelijk numerieke modelanalyses erop los hebben gelaten. Veen is samen drukbaar, het is best wel slap, maar doordat we nu met Dijk op Veen het veen beter weten te beschrijven, zijn we tot een betere beschrijving van de sterkte en ook van het gedrag van veen gekomen.